Duidelijk. Jongens, hebben jullie Jan Dino meegekregen de afgelopen dagen? Want een gastles die hij wilde geven in Arnhem, die gaat niet door. Het heeft te maken met de podcast die hij heeft gemaakt, waarin hij opvallende uitspraken deed. En zelfs de paar jongens die naar de maan zijn geweest, twijfelen mensen of ze nou eigenlijk naar de maan zijn geweest. Ik geloof geen reet van. Laat me het zo zeggen, ik wacht ook op bewijs. Ja, 9-11, hè. Als je dan ziet, zeg maar, hoe dat vliegtuig in die torens gaat. En dan dat je denkt, ja, maar hoe het dan in elkaar valt. En heel veel mensen zeggen, ja, maar oké, dit is een theorie. Maar als ik een gebouw zou, zeg maar, slopen, zo stort, zo zou ik bommen plaatsen en zo stort die. Want wat daar gebeurde, dat kan nooit een gebouw zo in elkaar storten. Jongens. Gemeente Arnhem heeft Jan Dino dus inmiddels geschrapt als gastdocenten op Arnhemse scholen, waar hij les zou geven in het kader van de Week van het Geld. Wat vind je daarvan, Filemon? Dat hij les kan geven over de Week van het Geld? Ja, hij heeft veel geld verdiend. Ja. Nee, maar je wist toch al dat hij dit soort denkbeelden had? Ja, en nu komt het in het nieuws en gaan ze hem in één keer afboeken. Maar ik vind het zo totale waanzin. Dat je, op het moment dat jij voor een microfoon gaat zitten en jij verkondigt dergelijke waanzin, dat je dan opkijkt dat mensen daar iets van vinden. Want hij gaat hier nu vandaag geloof ik een column schrijven dat het heel raar is dat mensen hem nu in een hokje plaatsen. Ja, vind je het gek? Ja. Volgens mij heeft deze man ook kinderen. Daar maak ik me veel meer zorgen over. Je ziet dat ze die hele carrière gewoon zo helemaal kapot gaan. Ja. Antoinette, wat denk jij nu? Nou, het is een beetje sinds coronatijd dat sommige BN'ers zichzelf ontmaskeren als een volledige wappie, hè? Ja. Daar is hij er eentje van, het lange Frans, het Duitse. Allemaal mensen die de meest vreemde taal zijn gaan uitslaan. Maar is het ook niet juist weer gevaarlijk omdat, want nu gooien we natuurlijk olie op het vuur, want zie je wel, en die establishment is tegen mij. En dat doen wij nu ook. Nu maken we het nog erger. Dat is eigenlijk gewoon Goed om te benoemen dat dit totale bullshit is die eruit gaat. Ja, dit is totaal. Het is nergens op gestoeld. Overigens, is dit wel Jan Dino? Ja. Ben jij wel Rutger Kastriker? Is dit niet Wendy van Dijk? Ja. Ik denk het niet. De wethouder in Arnhem die heeft gereageerd. Die zegt, wij respecteren de vrijheid van de meningsuiting, maar vinden dit soort uitspraken geen goed voorbeeld geven voor onze kinderen en jongeren. Daarmee hebben we misschien ook wel genoeg erover gezegd. John, wat voor telefoon heb jij? Een